Mooi in het pak kwam Albert Verlinde naar het gemeentehuis. Hij dacht dat hij in een complot zat om zijn man Onno Hoes hier te krijgen. Albert dacht namelijk dat Onno een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Meneer Hoes, u bent geboren op 25 april 1961 te 's-Hertogenbosch. Nee, ik heb fout. Dat heb ik wel hier staan. Dat is de datum dat Albert geboren is. Dan heb ik de verkeerde naar voren gehaald. Neemt u me niet kwalijk? Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, burgemeester. Ook in Vught werd Els van Breda Vriesman gedecoreerd. Ze is een van de drie Brabanders die de hoogste onderscheiding krijgen. Die van officier in de Orde van Oranje Nassau. Els Breda Vriesman heeft zich op verschillende manieren ingezet voor de sport. In Hogerheide kregen moeder en zoon Averdiek ieder een lintje. Beiden zetten zich al decennia lang in als vrijwilliger bij de EHBO. In Hezen werd Kees de Grote gedecoreerd met een lintje. Al was de onderscheiding eigenlijk voor hem en zijn vrouw samen. Het echtpaar ontfermde zich in 1979 over drie kinderen die ze niet kenden. De ouders van deze kinderen, van 13, 15 en 16, waren allebei omgekomen bij een ongeluk. Eigenlijk zouden ze door familie opgevangen worden, maar dan zouden ze uit elkaar gehaald moeten worden. En dat wilde niemand. Dus zocht het echtpaar de familie van de kinderen op. Toen gingen wij naar hun toe en toen zeiden we, wij horen dat u in moeilijkheden bent met de kinderen, want die willen niet uit elkaar. En er moet eigenlijk tijdelijk even een onderkomen gezocht worden. En toen zei ze, oh, zei ze, jullie komen dan uit die... En het klikte ook. De kinderen kwamen bij ons op zicht. En 11 dagen daarna, toen woonden ze. Kijk, dit is Annemarieke. Het echtpaar De Groot heeft nog steeds een goede band met de kinderen. En daarom... Kan ik u berichten dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft om u te onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Applaus!